Vandaag de man en zelfs de keeper die het hele beektoernooi onder de lat heeft gestaan, ons naar de finale heeft gekiept en zelfs onze reddende engel was bij die penalty van Alvarez, Joël Drommel. Goedemiddag. Welkom. Dank je wel. Bent onze laatste gast in Table Talk. Je voelt je waanzinnig vereerd waarschijnlijk nu. Helemaal top, om hier te zijn, zeker weten. Ik heb een kleine verrassing voor je. Echt waar? Kijk eens aan. Hey, beker. En? Wacht, hè. Wat heb je allemaal meegenomen? Lampie. Snap je dit? Kijk eens even naar de kleur. Paars. Ja, dit is inside information. En dan moet je iets... Doe even leuk mee. Wat doe je altijd in je auto en thuis? Sfeerverlichting, man. Ja, niet dat ik dat weet, hè, jongens. Oh, oh. Hey. Dus inside information, ik hoor dat jij helemaal verliefd bent op ambiance light, de kleur paars. Paars, in de auto, auto en thuis. Ja, ja, je moet een beetje sfeer in huis creëren. Ja, toch? Dus ik denk, ik doe hem even zo. Kijk, dan shijnt hij ook meer. Precies. Hé, hey, deze is eigenlijk wel een beetje voor jou, hè? Nee, is voor ons allemaal. Oké, okay. Maar ik laat hem heel even staan. Eén vraag, daarna zet ik hem eraf. Ik denk dat je de wedstrijd nu wel hebt teruggezien. Opnieuw heb teruggezien? Ja. Ik heb zeker de wedstrijd teruggezien en een paar mooie beelden teruggezien. Ja, hoe heb je er naar teruggekeken dan? Met trots. Ja? Zeker. Nee, het was een supermooi moment. En vooral de ontlading toen Fabio de goal maakte en toen kwam alle vreugde, alles bij los. Ja, dat was genieten. Ja, nou, dan heb je het over Fabio. Ik zet hem even weg, want anders kan ik je helemaal niet zien. En dan over sfeer, want hou je van, doen we wel even dit. Kijk eens aan. Nou, deze mag je meenemen naar huis. Als ja? Nee. Trofee. Maar hoe heb jij naar je eigen penalty gekeken? Want ja, die heb je waarschijnlijk ook een paar keer teruggespoeld. Ja, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Ja, hij schoot door het midden eigenlijk. Dus kwestie bij lang wachten en staan. En ik bleef ook, ik wilde reageren op de bal omdat Timber schoot door het midden, Tadić schoot door het midden. En ik deed wel een schuinbeweging, maar ik bleef staan en hij nam een hele rechte aanloop, Alvarez. En ik reageerde, ik pakte hand, voet, allebei helft. En volgens mij, ik juichte alsof we hem hadden gewonnen, maar ik wist gewoon, we moesten nog scoren. Maar ik weet niet, ik was al zo blij, want ik had er nog geen één gepakt ook. Want ik dacht, ik moet er sowieso één pakken, want eentje op de lat, de andere over. Maar speciaal moment. Ja, maar het zag er ook uit, hè, dat je denkt, voor hetzelfde geld gaat hij nog door je hand of door je benen, ook. Maar gelukkig gebeurde dat niet. Ja. En, was zeker heel mooi en ook de sfeer, de warming-up, de bus naar het stadion toe, gewoon de hele dag. Je gaat gewoon echt de finale spelen, dat is gewoon heel gaaf om mee te maken. Ja, ja. En het is niet de eerste penalty die je in een bekerwedstrijd hebt gestopt. In een belangrijke bekerwedstrijd. Nee, het was ook bij mijn oude club. Hè? Ja. En ook dezelfde club waar ik hem van win. En ik ging ook laatst bij me nadenken. Ik heb totaal 3 keer een penalty serie meegemaakt. 2 keer tegen Ajax en 1 keer met Jong Oranje. En tot nu toe nog niet verloren. Dus dat is ook wel een kwaliteit, toch? Dus die finales moeten gewoon, met de penalties moeten gewoon altijd door jou gekipt worden, zeg je dat? Ja, je kan het wel eigenlijk gewoon zeggen. Ja. Oké. Okay. En na die wedstrijd wordt je dan toegezongen. Je naam wordt superluid geroepen, geschreeuwd in dat stadion. Daarna ook nog tijdens de huldiging word je de supportersvak ingeroepen ook nog eens. En dan met die megafoon erbij. Hoe was die avond voor jou? Wat voor gevoel heeft het allemaal? Dat ga je sowieso nooit meer vergeten, zo'n avond. Maar heel mooi. Iedereen kent de beginfase van mij, PSV, was gewoon nog niet goed genoeg. En dat je op zo'n moment en dan iedereen je naam kan gaat noemen en schreeuwen, dat doet wel wat met je. Dat is zeker heel mooi. Heb jij geslapen die avond? Kort. Ja, kort. Ja, het was sowieso 4, 5 uur was ik thuis en zoveel berichten krijg je. En ik sliep denk ik 6 uur en ik was al vroeg wakker. Ja, wat voor reactie heb je allemaal gehad? Ja, iedereen trots, gefeliciteerd, van alles wat. Blij voor je, het is je gegund. Zulke dingen, allemaal hele mooie teksten. Ja, vooraf wordt er best wel veel kritiek geleverd, ook over de beslissing van Ruud dan, om jou dan in de finale ook onder die lat te zetten. En vervolgens ben je dus... de bekerheld. Ja. Hoe is dat voor jou?
Ja, kijk, je hebt het hele, vorig jaar ook, heb je het hele bekertoernooi gekeept, heb je die finale niet gespeeld. En nu ben je tweede keeper en hij zegt, jij speelt de beker. Ja, dan is het ook netjes dat je ook de finale dan mag spelen. Je hebt ze naartoe geleid om naar de finale te gaan. En je hebt het prima gedaan. En nee, dat vind ik zeker mooi en dat spreekt ook vertrouwen uit van de trainer naar mij. En daar ben ik hem ook dankbaar voor. En ja, we hebben hem gewonnen en niemand pakt dat meer van je af. Nee. Maar heeft dat voor extra druk gezorgd dat er zoveel kritiek was? En dat ja, vorig jaar wat je zegt, je hebt die finale dan niet mogen of spelen. Hoeven spelen en ja. Dan nu wel. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat dan voor jou moet zijn. Nee, vorig jaar, ja, kijk, je wint hem en daar ben je super blij mee ook, weet je wel. Je zit op de bank en als je op de bank ben je denk ik nog zenuwachtiger dan dat je dan speelt. Maar ja, ja, als je speelt is het veel mooier en om het mee te maken. En dan, ja, dan voel je hem ook echt dat je hem hebt verdiend, weet je wel. Ja, ja, begrijp ik. Maar het had zomaar kunnen zijn dat jij niet als keeper op het veld had gestaan, maar gewoon als speler. Hoe bedoel je? Nou ja, in jouw vroegere jaren was jij nog helemaal, helemaal geen keeper. Nee, ja, even, dat, is, dat is een tijdje geleden alweer. Ja, ja. Ik was 14, 15, toen was ik voetballer en bij Almere City. En dat ging, ja, ik weet niet, keeper, mijn vader is keeper geweest en ik vond keepersvak altijd leuk. En ik heb, vroeger heb ik van die dagen meegedaan, Franshoekdagen waren dat. En dan kon je inschrijven en had je zo'n keepersdag. En dan ging een keeper weg in de C1 bij Almere City en ja, toen dacht ik, met mijn vader besproken van, wil je niet keeper? Toen wij gesprekken aangevraagd en toen elke maandag kreeg ik op een gegeven moment keeperstraining en de rest van de week voetballer en dat paar weken volgehouden. En toen zei de trainer, oké, je moet een keuze maken, keeper of voetballer. En toen, ja, sindsdien keeper geworden. Ja, maar dat is vrij laat, toch? Ja, 14, 15, ja, ze zijn bij sommige voetballers, wat ik hoor, nu keepers inmiddels ook gebeurd. Je hebt ook een voordeel aan, maar dat is? Ja, ja, het meevoetballen en keeper. Ja, gewoon vooral ja, dat, precies. Het spel, inzicht en alles. Maar ja, dan moet je wel, je hebt wel een achterstand qua de keepersbasis, de oefeningen, het vangtechniek enzovoort. Maar ja, ik sta waar ik nu sta, ja. PSV. Heb je nooit spijt gehad van die keuze? Nee, zeker niet, nee. Zeker niet. Ja, soms vraag je wel eens af hoe ver zou je gekomen zijn met voetballen, maar dat weet je nooit. Maar ik ben zeker blij dat ik keeper ben geworden. Ja. Ja, jouw vader, wat je al zei, die is ook profkeeper geweest. Ja. Ja, waarin heeft hij jou dan beïnvloed? Los van de gesprekken, heeft hij jou daarna heel veel keeperstraining één op één gegeven? Nee, nee, we leren iemand kennen, een keeperstrainer, die zat bij SME Vogels, Wout van Voorthuizen. En met hem, ik weet nog dat hij zei tegen mijn vader, oh, hij kan wel wat keepen. Hij dacht, hoofdklasse kan hij wel halen. Toen was je nog net voetballer naar keeper en... ja, die heeft het een beetje onderschat. En nu sta je gewoon Eredivisie te keepen, ja. Ja, lekker. Maar dat is gewoon keihard werken, elke dag alles geven, trainen en ervoor leven. Ja, maar waarom was je dan zo gecharmeerd van het keepersvak? Ja, ik vind het gewoon een mooi vak, ja. En het is gewoon het leukste wat er is op het veld staan. En ja, je kan de held zijn, maar je kan ook de slemier ja, zijn. Echt, en dat ja. Heb je ook af en toe meegemaakt. Ja. En dat, daar moet je leren mee leven. Ja, want... echt precies dat. Als jij een fout maakt, dan word je er zo snel op afgegeven. Ja. Dus het is eigenlijk de meest kwetsbare positie. Ja. En ook heel eenzaam. Ik bedoel, je traint los van elkaar. Ja, eenzaam wil ik niet zeggen, maar het is wel, ja, je bent een soort eenling in het veld. Ja. Jij bent de enige die met je handen mag, ja. Ja. Maar ja, het is ook gewoon een hele mooie vak. Echt. Er komt zeker heel veel bij kijken, maar vooral ook het mentale. Ja. Daar moet je gewoon heel sterk in zijn. En dat je af en toe faalt, of dat je af en toe een fout maakt, word je alleen maar sterker van. Je hebt heel veel ups en downs gekend, ook ja, bij Twente. Bij Twente ook, ja. Eerste keeper, of, ja. Eerste keeper, dan weer op de bank, ja. Veel wisselingen gehad. Ja. Ja, en toen kreeg ik op een gegeven moment ook de vertrouwen van de supporters dat ze achter je stonden en toen... dat is toch fijn, dat weet je wel. Ja. De mensen in je rug die gewoon positief benaderen en gewoon voor je staan en achter je staan. En dan krijg je die zelfvertrouwen en dan, ja,
Dat is eigenlijk super bizar, want je weet zelf wat je kan. Mm-hmm. En ja, je moet eigenlijk nooit dingen lezen, hè? Dat hoor ik ook van andere spelers. Nee, maar ik ben daar ook helemaal echt niet mee bezig. Ook. Nee, maar je voelt dus wel of mensen dus achter je staan, ja of nee. En dat maakt je of breed je dus, precies wat jij zegt. Dat je zelf weet wat je kan, mm-hmm. maar dat stukje zelfvertrouwen. En dat is eigenlijk toch bizar hoe het dan gewoon... Ja, maar dat is zeker belangrijk. En je moet er goed in staan. En je moet er ook, als dat niet zo is, moet je jezelf gewoon volstaan. En met de jaren, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je hebt, hoe sterk je er staat. Ja. En hoe ben jij met al die ups en downs dan omgegaan? Heb je dat zelf voor gezorgd dat je weer, nou ja, wat je zegt, er weer staat? Of heb jij met je vader juist? Coach. Of ik heb op een gegeven moment ben ik bij een mental coach in contact gekomen, waar ik nog steeds wel contact mee heb. En af en toe mee afspreek. En sindsdien heb ik dat genomen. En tot nu toe heb ik wat wedstrijden dit jaar gespeeld en ongeslagen. Dus we zijn gewoon niet te breken. We geven altijd alles en we doen er veel voor. En ik ben iemand die ook leergierig is en altijd hard wilt werken. Ja. Maar hoe zorg jij er dan voor nu dat je blijft geloven? Ja, nu is het lastig. Nu moet je nog accepteren dat je gewoon tweede keeper bent en je wilt gewoon spelen. Dat is het belangrijkste. Ik ben nu 26 en je wilt gewoon spelen. Ja, elke speler wil natuurlijk het liefst gewoon de basisplek hebben. Tuurlijk. Is dit dan misschien wel het laatste interview hier? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet, nee. Hopelijk niet, maar ja, we gaan het zien. Kijk, uiteindelijk de trainer bepaalt wie gaat spelen. Benitez heeft het dit jaar gewoon echt goed gedaan. En dan, dan ga je niet zomaar een keeper wisselen. En ja, ik moet het accepteren. Maar we gaan kijken wat gaat gebeuren. Ja. Ik wil spelen en ik denk dat de club dat ook begrijpt. Hey, en hier je traint met Walter Benitez, Boy Waterman, Kjell Peersman. Ja. Wat leren jullie van elkaar? Wat zijn de gesprekken nou binnen zo'n keeperstraining bijvoorbeeld? Wat de gesprekken zijn? Ja, af en toe zie je techniek of bepaalde dingen dat je even aanpassing maakt. Voor de rest is het gewoon lekker trainen wat de keeperstrainer zegt en plezier met elkaar maken ook. Ja, en jullie vieren werken ook gewoon echt... Ja, we zijn allemaal echt goed met elkaar en we werken allemaal hard en dat. Ja, hoe kijk je dan terug op dit afgelopen jaar? Ja, mijn doel was gewoon, ik mocht op het begin van het seizoen de beker keepen. En dan ga je voor je uiterste doel, dat is de beker pakken. Je hebt wat minuten extra kunnen maken dat Walter gebaseerd is. Voor hem kloten, voor mij even mooi. Ik heb een prima jaar gehad. Ja, fijn. Ik had nog meer minuten en eerst keeper willen zijn, maar ja, dat accepteer je niet. Met welke speler zou jij graag willen wisselen? Niet per se om zijn kwaliteit op het veld, maar gewoon... Als persoon? Als persoon. Wie het meest geld heeft. Nee. Met wie zou ik wisselen? Je moet een naam zeggen. Waarom moet dat? Ja, of die goed is in padel, of goed in koken, of leukste vriendin heeft. Met wie zou ik moeten wisselen? Joey dan. Ja? Ja. Lekker Volendam. Toptaal vind ik dat. Als ze dat af en toe met elkaar praten, ik ga helemaal stuk. Ja? Ja, dat is leuk. Maar hey. Af en toe, vorige week waren we daar nog, gingen we nog lekker vis eten. Lekker de dijkje op. Ja? Ja, hij neemt ons mee hoor. Ja? Ja. Leuk man. Ja. Maar Joey wordt vader. Zou je daarmee ook willen wisselen? Het is ook mijn droom om ooit vader te worden, zeker. Lijkt me zeker leuk. Jij bent, als je het vergelijkt met andere spelers, vrij oud. Ze beginnen altijd vroeg. Ja, 26. Ja, ik vind dat niet heel oud, maar... Ja, sommigen worden vader deze tijd op een 20ste of nog jonger. Daarom. Maar als het komt, komt het. En geen haast of zo. Dus, Joël als papa. Ja, mooi toch? Dat was mooi. Ja, ik geniet hem. Mijn zus heeft een tweeling en een kleine van 5. En die tweeling wordt bijna 2. Daar geniet ik ook volop van. Maar ik merk wel volle handen in huis hoor. Ja, zo, die maakt wel echt... die maakt gewoon 10.000 stappen per dag.
alleen maar lopen, bewegen, dan help die, dan pak die iets en zo gaat de hele dag door. Maar het geeft ook heel veel, het geeft je heel veel terug, liefde en ja, ze worden steeds groter en gaan een beetje praten. Daar geniet je wel van. Ja, ooit komt er een dag. Ooit, hopelijk komt er zo'n dag dat je papa mag zijn, ja. Ja. Waar heb jij nou een gruwelijke hekel aan? Als iemand zich gewoon echt niet gedraagt of zo. Daar. Gewoon iets asociaals of zo. Ik las nog een artikel van jouw gastgezinmoeder. Oh ja. Die zwaar over jou te spreken was, hoe netjes jij was en hoe goed opgevoed, hoe je altijd binnenkwam en... Die was helemaal gek op jou. Ja, ik nog steeds op hun. Ik heb heel af en toe contact nog met ze. Maar het was een gezin met 4 kids, 3 jongens, 1 meisje. En die waren ook Twente, fans en groot huis ook. Maar die hebben mij zeker heel goed opgevangen. Je bent 17, je hebt nog geen echt poen om in een huis te gaan of wat dan ook. Ja, dan komt een gastgezin en dan betaalt de club. Die gastgezin. Ja, mooi. Misschien wel... En op de fiets. Ja, moest ook nog fietsen beginnen. Kreeg ik een fiets. Hoezo zo beginnen? Ja, ik was 17. Ik had geen autorijbewijs, niks nog. Oh, of zo. Ja, ja, ja. Van Enschede af en toe helemaal naar het trainingscomplex was in Hengelo. Dus dan was je wel echt een half uur, een half uur terug. Zoiets. Als het niet langer is. Ja, werken voor je geld. Werken voor je geld, ja. Maar je begint overal onderaan de ladder. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, dat is zo. En zo groei je en klim je omhoog. Mooi, Joël. Misschien wint een van het gastgezin wel deze picknicktafel. Hoe kunnen ze hem winnen? Ja, ze kunnen hem winnen door... Daar kom ik nog op terug, want dit is inderdaad het laatste table talk. Okay. Dus ik ga nog een oproep doen. Okay. En dan mogen ze gaan vertellen waarom ze deze picknicktafel met die fantastische handtekeningen mogen of kunnen winnen. Dat is een grote naam op. Ja, een grote naam, hè. Mag ik aan jou vragen of jij de beker wil natekenen als handtekening? Dus gewoon de eigenlijk beker? Beker? Jij moet een bekertekening in plaats van een handtekening maken. Gewoon in het klein. Ik ben niet goed in tekenen, hoor. Dansen, zingen, tekenen, je kan het allemaal. Gewoon in het klein, maak een klein bekertje. Dus, ik begin met dit. Maar gewoon zo, bro. Ja. Een heel dun ding. Oh, je begint echt veel te hoog, gek. Ja, en dan... Lekker uitweiden, flink. Zo? Dat is een glas wijn. Ja. En dan weer naar binnen. Hallo, die is hartstikke goed. Hey, moet je kijken. Okay, top. Hey, ik zou het wel echt heel erg jammer vinden als je gaat. Hoor. Met wie moet dan 30 seconds doen op trainingskamp? Nou, ben je wel stuk omgegaan, hè? Of niet? Ik ben goed, hè? Ik ben echt mogen goed je dan inbellen? Mocht je misschien gaan? Ik kan me altijd bellen. Oh, oké. Okay.